boeddhistische monniken voelen zich inmiddels helemaal thuis in Afferden. We zitten hier wel in een gemeenschap waar echt wel heel veel mensen nog betrokken zijn geweest bij deze kerk. En deze kerk heeft ook nog hele lange tijd nog diensten gehad. Maar mensen zijn heel positief, hebben heel positief gereageerd. Het Christusbeeld in de kerk heeft plaatsgemaakt voor de beeltenis van Boeddha. In de voormalige parochie trekt iedereen tegenwoordig zijn schoenen uit en er wordt gemediteerd. Dus mediteren wil je eigenlijk om nu te blijven, op het moment. Dus je bent eigenlijk meer los van het probleem en je blijft rustig en je bent blij dat je nog leeft. Dus gewoon moment, dit moment te blijven. De boeddhistische stroming van de Dhammakaya-tempel legt de nadruk op zelfontwikkeling, maar doet ook gewoon mee in de samenleving. Je hebt ook wel eens een enkele keer iemand die zich afvraagt, en heel voorzichtig soms vraagt, of je niet een aanhanger bent van het Nederlandse voetbalelftal. En wat zegt u dan? Nou, dat zeg ik nee. Ik ben niet tegen voetbal, maar dit is echt een pij. Ook voor niet-boeddhisten worden in Afferden meditatieavonden georganiseerd.